deze plek heeft mij feitelijk heel veel rechtgeholpen. Ik kwam hier als 18-jarige, denk ik, dat ik hier voor de eerste keer ben binnengekomen. Ik ben ondertussen 50 jaar. Je zit in een instelling, je voelde je eenzaam omdat je dat thuiselijk gevoel niet hebt. Ik zie dat beeld nog voor mij, als ik uit school buiten kom, dan zie je de kinderen, ah, mama, mama. Dat konden wij niet doen. Wij gingen niet naar die opvoedster hun armen vliegen van... Nee. Dat doet er niet, maar dat frit wel van binnen. Echt wel, ja. 66. 25. Ik ben op mijn 9 jaar voor de eerste keer geplaatst in een instelling. Een home, werd dat genoemd. Ik kom naar hier eigenlijk in de eerste plaats omdat hier goedkoop is om te drinken en iets te eten en zo. Ook om niet alleen altijd maar op de straat te moeten hangen. Ook eens binnen te kunnen zitten. Ik ben eigenlijk gewoon in de reclame. Dus juist heeft er iemand dat mooi verwoord eigenlijk zo. Een klein beetje aan het dromen, maar tegelijkertijd ook op papier ontzetten wat ik wil hebben voor mijn uitzet, voor mijn appartement. Want jij bent nu dakloos, maar je hebt zicht op een appartement misschien. Met een nadruk op misschien. Maar ik hoop er wel echt op. Ik ben wel aan het zingen, maar ik heb geen plezier. Ik vind dat toch zo trist. Een café zonder Ronnie. Alert van taxi. Hey. Ik de groep. Ga op de groep. Ja, en ik zing de groep.